Welkom allemaal. We zitten hier bij een alternatieve versie van het Knekseldebat. We gaan dat doen in de vorm van een interview, waarbij we inzoomen op allerlei actuele ontwikkelingen rondom Eindhoven Airport. Politiek heeft een tijdje terug de concept luchtvaartnota 2020-2050 in zijn postvakje gevonden. Daarnaast speelt op het moment heel erg de discussie rondom corona, dat als een duistere schaduw boven de luchtvaart hangt. En we hebben natuurlijk het advies omtrent Eindhoven Airport en de ontwikkelingsrichting naar 2030. Dat advies was van de hand van Pieter van Geel en er komt een nieuw advies aan, wat ook weer zijn handtekening zal vragen. Hij is een van de twee gasten die ik vanavond ontmoet. Hij zit hier links naast mij. Heeft behoorlijk wat bestuurlijke bagage bij. Van huis uit planoloog, is staatssecretaris van Milieu in een paar kabinetten geweest. Gedeputeerde in Brabant, fractievoorzitter van het CDA in de Tweede Kamer. En al heel lang geleden, ook nog een tijdje, gemeentesecretaris in Helmond. De plaats waar hij nog altijd woont. Hij kan dus met recht een insider worden genoemd als het om Eindhoven Airport genoemd wordt. Aan de andere kant is namens BVM2 is Wim Scheffers aangeschoven bij dit gesprek. BVM2 is de koepel van meer dan 30 organisaties en heel veel omwonenden die zich bezighouden met de luchtkwaliteit, de leefbaarheid en de geluidsoverlast rondom Eindhoven Airport. Correct. Dit interview wat wij gaan houden, dat komt straks te zijn op tijd, komt dat op de website van BVM2, dat is www.bvm2.nl. En ik wou nou bij de eerste vraag beginnen en die is voor Pieter van Geel. Meneer van Geel, u heeft eerder bij de proefcasus een advies uitgebracht over de toekomst van Eindhoven Airport. Kunt u in een paar kernpunten nog aangeven wat dat advies behelsde? Dat is een lastig om in een paar punten te zeggen, maar de kern is toch dat gezegd is, Eindhoven Airport is heel snel gegroeid de afgelopen jaren. Dat is gepaard gegaan met veel meer hinder, aantoonbare hinder, gevoelde hinder, gemeten hinder. Het advies is om de komende jaren een heel scherp doel te formuleren van wat je aan hindervermindering wil toepassen, wat je wil bereiken de komende 10 jaar. En dat je binnen dat doel wat je formuleert, de luchtvaartmaatschappijen en ook Eindhoven Airport, dat dan de ruimte krijgen om daar binnen te blijven en ook ruimte om het in te vullen. Nou, dat was in dit geval was een van de belangrijkste doelstellingen was om in 2030 30% reductie te hebben van de geluidsbelasting voor de burgers. Dat was een maatstaf voor hinder. Best wel lastig om dat allemaal te doen, maar die 30% was een getal wat voortkwam uit de analyses dat dit haalbaar zou moeten zijn. Dan moet iedereen wel hard zijn best doen, maar dat moet ook, want je wil gewoon die hinder verminderen. Dat is de kern van het advies. Dat heb ik 1,5 jaar geleden uitgebracht. Toen ontstond er al een beetje discussie of met de nieuwste inzichten die 30% wel of niet nodig was, of je dat zou halen als je die loodvernieuwing uit, steeds nieuwere vliegtuigen, schonere vliegtuigen, stillere vliegtuigen, of je dat zou kunnen bereiken. Dat ging een beetje langs me heen en met belangstelling heb ik die discussie gevolgd, maar dat bleef wel een beetje hangen hierin. Ja, er ligt dus een nieuw advies, of het is bijna klaar, want ik begrijp dat je de laatste hand eraan legt. Ja. Wat staat daarin? In hoeverre wijkt dat af van het oude advies? Eerst heb ik even uitgelegd, en ik zal het nog een keer proberen om dat kort te vertellen, wat de essentie van hoe ik tot die 30% gekomen ben. Je wil graag dat de luchthaven en de luchtmaatschappijen hun uiterste best doen binnen hun mogelijkheden, want onmogelijke dingen moet je mensen niet vragen, maar dat ze hun uiterste best doen om de doelen te bereiken die je maatschappelijk met elkaar vaststelt. En dit is een publiek doel. En dat doe je door gewoon ze scherp te houden, tot het randje gaan. Zover moet je kunnen komen en als jij je best doet, dan haal je dat wel. En dan piepen ze iedereen, maar ik noem altijd die piepgrens, hè, dat je wil toch gaan tot die grens. Op grond van de vlootvernieuwing die mogelijk is met de Boeing en met de Airbus, want dat zijn de twee types die allemaal nieuw zijn en die schoner zijn en die stiller zijn, dwing je eigenlijk een beetje omdat dan hier die vliegtuigen hier ingezet worden op Eindhoven Airport. Dat was het doel. Daar heb ik dus berekend in goed gesprek. Ik heb gesprekken met die CEO's gehad van die bedrijven en met Eindhoven Airport en met iedereen. Wat is nou een redelijk percentage? En toen kwam eruit dat je de komende jaren mag verwachten dat 60% van die vloot helemaal vernieuwd is. Nou, dan kun je gewoon uitrekenen, 60% nieuw, met zoveel geluidsproductie,
40% oud, zoveel geluidsproductie. En dan kun je zeggen, nou, als je die 60% haalt, dan komt dat op 30% uit. Nou, de eerste vraag was nu, is die 60% nog redelijk? Nou, daarvan heb ik geconcludeerd dat die 60% nog steeds een heel redelijk uitgangspunt is. Oké. Dus één van die 60%. Wat en is die 30% is, nog steeds redelijk? En, ja, anders is dan dat die technische specificaties van die motoren, die pakken wat uit. Dus als je 60% pakt van die vloot die vernieuwd is, dan had je in mijn berekeningen, kwam je toen uit op 30% en zou je nou met die nieuwe specificaties op 25% uitkomen. Nou, dat is dan de conclusie feitelijk hoe het in elkaar zit. De volgende vraag aan mij was, die heb ik mezelf ook gesteld, als je dat nou ziet, is het dan aanleiding om dat doel bij te stellen wat in het rapport staat en wat het doel is voor 2030, die 30%. Mm-hmm. En toen heb ik in mijn advies nu geconcludeerd, ja, dat is wel zo, zoals het technisch nu gelopen is, dat leg ik jullie ook uit. Maar het is geen reden om het doel voor 2030 bij te stellen. Oké, daar wil ik het heel even bij laten. Geen reden om het doel voor 2030 bij te stellen. Daar blijft 30% geluidsreductie. Op basis van de gegevens is, van 2019. Mijn advies is, nee, op basis van ook al met de nieuwe. Je moet niet zomaar een doel gaan veranderen. Dat is de eerste advies. Die 30% die blijft even in marmer staan. Mijn advies is, blijft een advies van mij. Hè? Ja. Mijn advies aan de minister is en aan de bestuurders. Ga niet aan dat doel van 2030 mogelijk. Oké. Duidelijk. Ik ga naar de buurman. Wim, BVM 2, wat vinden jullie hiervan? Nou, kort samengevat, wij waren zeer verbaasd door die nadere vraag van de minister. De heer Van Geel die heeft zijn advies uitgebracht in, als ik me goed herinner, mei 2018. Dat is nu ruim 2 jaar geleden. Dat advies is kamerbreed door de regio onderschreven. Daarin heeft iedereen een stukje moeten schuiven, dat weet Pieter nog vanuit de gesprekken die we toen gehad hebben. Wij kregen niet volledig onze zin, de luchthaven ook niet, de regiogemeentes ook niet. Maar uiteindelijk was het wel een soort totaalpakket waarin iedereen zei, dat overziende, gezien de vraag van de regering, kijk of jullie in de regio tot een gezamenlijk standpunt kunnen komen, was dat voor iedereen rekening om te zeggen, wij scharen ons daarachter. Dus inclusief voor omwonenden, een heel belangrijk punt, die 30% geluidsreductie van 2030 ten opzichte van het pijljaar 2019. Nou zijn we 2 jaar verder en worden we nu al 2 jaar lang door allerlei ambtelijke overleggen lastiggevallen met de vraag van ja, maar we moeten nog eens naar kijken, nog eens herijken, dan weet ik van wat. En dan hebben wij zoiets van jongens, dit begint verdacht veel te lijken op bezigheidstherapie. De regio kreeg de vraag, kom met een gezamenlijk standpunt onder positieve en bezielende leiding van Pieter is dat tot stand gebracht, dan kan het niet zo zijn dat je na 2 jaar vanuit welke aanleiding dan ook dat weer allemaal op losse schroeven zet. En in Brabant gelden een paar hele simpele principes en een of ander is uitermate belangrijk en dat is een afspraak is een afspraak. Als je dingen wil veranderen, dan moet je dat met elkaar op een ordelijke manier doen dat je zegt om de zoveel jaar, we komen de komende tijd niet aan dat punt, maar we gaan op een redelijke termijn kijken wat er dan gebeurt. En dat vind ik wel redelijk in de bestuurlijke kant. Niks is voor de eeuwigheid, maar waar ik het mee eens ben met Wim, is dat je, dan zal ik ook zeggen misschien waar ik het niet mee eens ben, maar waar ik het eens ben is dat je niet elke keer maar weer ad hoc moet wijzigen. Dat is in het verleden te veel gebeurd en zaait wantrouwen, maar je moet met elkaar wel een ordelijke procedure afspreken hoe je dan de komende tijd dit gaat monitoren en veranderingen. En dan zou je met elkaar om de tafel moeten kunnen zitten. Even nog over Den Haag. Wat gaat er nu met uw advies gebeuren? U heeft het nog niet helemaal gereed, maar als u het gereed hebt, dan stuur u het in. Wat zijn dan de vervolgstappen? Ja, het advies was oorspronkelijk gericht op die 2 simpele vragen. Hoe ben je tot dat getal gekomen en zou er aanleiding zijn voor nieuwe dingen? Maar ik heb altijd geleerd om antwoorden in de politiek, om antwoorden te geven op vragen die niet gesteld zijn en omgekeerd ook. Dus ik heb ook vragen nu beantwoord. Hoe zou je dat nou moeten aanpakken in de toekomst? Want ik voorzie, en dat deed Wim ook, dat dit elke keer terug gaat komen, omdat er steeds nieuwe dingen komen. En dan kun je beter met elkaar 1 keer zeggen hoe je dat nou goed doet, want dingen veranderen, hoe je dat nou gaat doen. Dat ga ik opschrijven. Dan ligt het bij de minister. En de minister moet dan, want die heeft, dat vind ik toch wel heel positief eerlijk gezegd, die heeft in de luchtvaartnota eigenlijk alles overgenomen wat we in de regio met elkaar hebben afgesproken. En dit punt had ze nog laten hangen. Dat is geen toeval. Nee, dat was van begin af aan het getal. Dat getal begon een probleem te worden. Van hoe zit dat dan? En dan zal de minister een besluit overnemen. En dan zal. En erg belangrijk is, want er verandert op dit moment niks. Want er is een
misschien even heel kort, dat is denk ik wel belangrijk voor ook voor de mensen die van BVM 2 die erbij betrokken zijn. Kijk, wat ons nou te doen staat, en zeg ik ook wij, omdat ik daar ook nou bij betrokken ben, dat is dat we in 2020 en 2021, hè, en op 2022 hebben we nog een standstill. Dus er gebeurt niks. Het eerste jaar is er nog een dat we deze tijd benutten om nou eens goed af te spreken hoe dat nou gaat in 26, ter, hoe we dat gaan organiseren, wat daar nodig is. Hoe we, om op het eindpunt uit te komen. Ja, en de tussentijdse stap, wat moet dat dan zijn? En daar hebben we echt tijd voor genomen. En we hebben nog een ander probleem ook, wat jullie hebben aangekaart. Dat is namelijk, dat heet dan heel officieel, het referentiepunt. He, dus 2019 of daarna, daar moeten we ook met elkaar goed afspreken. Want er zijn ook discussies over, he, wat is nou het vertrekpunt? Om wat je met die 30%. Ja, want ergens 30% ten opzichte van wat? Ik bedoel, 30% van 40.000 is iets heel anders dan 30% van 80.000. En daar moeten we ook, en er zijn ook discussies over met de bewoners en de ja, omgeving. Mm-hmm. Mag ik dat wel zeggen, Wim? Dat mag je zeker zeggen. En, en dat hoort ook. Dus mijn voorstel is dan ook dat wij samen nu, en over de uitspraak, dat wij samen nu de komende tijd hierover gaan praten, hoe we dat gaan doen in deze regio met elkaar. De minister krijgt het advies, die neemt er dan eventueel een besluit over. Wat verwacht u van de politiek? Ja, kijk, ik hoop, dat ze zullen zeggen tegen dit advies, oké, nou snappen we het. Twee, wij constateren dat de doelstelling voor 2030 ongewijzigd blijft. Maar we vragen jullie in de regio, in het overlegorgaan Leo, om samen te kijken hoe je dan dat proces tot om te komen, hoe je dat samen uit kunt komen. Dat zou voor mij een heel mooie conclusie zijn. Want dan respecteer ik ook de opvattingen van de bewoners. En krijgen wij de kans in de regio om dat op een fatsoenlijke manier met elkaar uit te komen. Zou u daar als BVM 2 mee kunnen leven, met zo'n uitkomst? Dus ik heb niet uitstek gezegd, Hans. Dat begrijp ik. Ik weeg ook heel goed wat je zegt. Ik kan op zich leven met dat wij binnen het Leo met elkaar in de slag gaan. Even voor de informatie. Leo is het luchtvaart Eindhoven. Het nieuwe overleggen waarin alle discussies rondom Eindhoven Airport gebundeld en we een beetje klaar zijn met elkaar. En dat is een punt wat wij hardgrondig onderschrijven met dat allerlei onderwerpen in allerlei verschillende gremia steeds dichter langs elkaar heen praten. Want daar word je met elkaar ook gierend gek van. Dus even terug naar het antwoord. Leo. Wij zijn het met de aanpak om dat binnen het Leo te doen. En om ook met elkaar te kijken van hoe liggen we nou op schema en kan het sneller, moet het bijgesteld worden, et cetera. Maar alleen onder één premisse. Dat je aan die tafel dan ook met elkaar bindende nieuwe afspraken maakt als de oude blijken niet meer te gelden. Het kan niet zo zijn, nogmaals, dat te pas en te onpas er vanuit Den Haag directieven worden gegeven die dwars door met elkaar gemaakte afspraken heen snijden. En dat gevoel hebben wij sinds Pieter bijna ruim 2 jaar geleden zijn advies heeft afgerond, hebben we dat gevoel wel heel sterk gekregen. Ook met het verzoek voor dat naadadvies. Dat had van ons niet gehoeven. Nee. Wij zijn simpel. Afspraak is afspraak. Dan kunnen wij leven met deze afspraak. Lukt dat niet, dan gaan we kijken of we het op andere manieren kunnen bereiken. Lukt dat niet, dan blijft er ultiem één middel over. Dan vlieg je maar wat minder. Ja. Het zij dan zo. Wat dat is een goede stok achter de deur. Oké, maar wat doet u nu als de minister dat advies niet overneemt? Nou, dat is niet aan mij. Hè? Ik bedoel, Wim staat heel speciaal. Het advies. Kijk. Ik zit niet in de positie, en dat wil ik ook niet als onafhankelijk voorzitter, om dit hier over te doen. Wim zet die markeert hun positie heel scherp. Die zegt gewoon, als ik mij vertaal in mijn woorden. Ik word er niet voor betaald, maar ik doe het met liefde. Wim die zegt gewoon heel scherp van, mooi dat we met elkaar gaan praten, maar dat kan alleen maar als wij overeenstemming bereiken. En wij willen gewoon daarover meepraten en overeenstemming over bereiken, want anders gaan we niet akkoord. Nou, dat is wil ik één ding aan toevoegen. Wij willen dat ook doen op kracht van argumenten. Dat betekent dus niet dat we doof zijn of niet willen luisteren of wat dan ook. Dat hebben we in het verleden steeds gedaan. Willen we ook blijven doen. Niemand koopt wat voor een nieuwe ruziesituatie rondom Eindhoven Airport. Waarbij mensen elkaar te pas en te onpas de oren wassen. Daar wordt niemand beter van. Dat zien wij ook wel. Nee, maar die scherpe positie maar je moet wel helder. Je moet een gesprek hebben waarin je op grond van ratio met elkaar praat. En zegt, oké, het is tijd om een andere koers te kiezen. Dat kan. Maar dat doe je dan met elkaar. Dat doe je nou, wel simpel gezegd, mijn advies zou dan zijn, politiek geeft die koers aan dat je dat doel blijft steunen. Mm-hmm. Dus dat je niet aan het doel gaat morrelen. Dat je aangeeft dat je die evaluatie wel wil. Maar dat je dat dan teruglegt bij de Leo. Om te kijken op grond waarvan je dat dan doet en hoe je dat eruit komt. En je vraagt dan aan dat Leo ook advies daarover.
Omdat ik ook als onafhankelijk voorzitter moet zeggen, heel formeel gezien, wordt dat straks vastgelegd in een medegebruiksregeling of in een luchthavenbesluit. Mm-hmm. Maar dat is techniek, Leo. Oké, dat Leo, u bent voorlopig voor een periode van een jaar benoemd als onafhankelijk voorzitter. Kwartiermaker, ja. Kwartiermaker, dat is niet al te lang. Wat wilt u in die periode bereiken? dat is een goede vraag, want we hebben een discussie gehad over de hele structuur van overleg. Maar er is nog ontzettend veel te doen. We zijn nu bezig, ik wil zorgen dat het gewoon dan een geoliede machine is, waar op een goede manier ieder zijn rol pakt, waar we duidelijk hebben wat het programma, het werkprogramma voor de komende tijd is, hoe de verhouding is met de militaire kant, COVM heet dat ingewikkeld, hè, maar hoe het daar nog mee zit. Dat we dat werkprogramma hebben, dat we een goede juridische structuur hebben, dat ze een goede regeling hebben voor mensen die in de problemen zijn gekomen. Dat heet dan, ja, de krepier, ik vind het rot woord, maar ja, dat hebben ze al genoemd. Hè. Dus met andere woorden ook een goede financiële regeling daarin ingekaderd is in dat verhaal. Dat ze een goede monitoring hebben van al die activiteiten die er moeten gebeuren. Over CO2-beprijzing, over biobrandstoffen, over fijnstof. Over de inpassing van dit gebied, of tussen de definiëring van wat het netwerk zou moeten zijn. Netwerkkwaliteit, zoals dat heet. Tot inpassing van de activiteiten van de luchthaven in de economie van Eindhoven en de regio. Allemaal werkgroepactiviteiten die allemaal opgepakt moeten worden, gestructureerd moeten worden, voortgang bewaakt. Nou, en dat allemaal in een jaar? Ja, daar moet nog veel gebeuren. Ja. Oké, dat is ook helder. Ja. Ik wil naar een afronding toe. Los van die proefcasus, los van dat advies en dat vervolgadvies, er speelden nog allerlei andere ontwikkelingen op het moment heel erg in de luchtvaart. Even, dan ligt die concept luchtvaartnota over de luchtvaart in Nederland van 2020 tot 2050. Het coronaverhaal, in hoeverre kunnen die nou nog allerlei adviezen, allerlei wensen van de regio aangaande de toekomst van Eindhoven Airport beïnvloeden, zeker ondergraven? Hoe schat u dat in? Ik denk kijk, wat je ziet rondom in die luchtvaart is dat veel mensen uit die luchtvaartpartijen die zeggen, toen in maart van dat is een korte dip en in 2021 dan groeit het wel weer. Wat je ziet is dat de luchtvaartsector zelf nu dat veel langere periode daarvoor uittrekt, hè, om dat opnieuw weer in dat niveau te hebben wat 2019 was. En dan krijg je de discussie die nu ook gaande is, of dit nou structurele effecten heeft ook op lange termijn. En daar zijn ruwweg op dit moment in adviezen en in zijn er twee lijnen. Eén is dat het wel degelijk voor de zakelijke dienstverlening, en het gaat om 1 miljoen passagiers in Eindhoven, hè, ongeveer 1 miljoen denk ik zaken, dat wel degelijk structurele effecten zal hebben. Dat dat nooit meer op het niveau komt van nu. Omdat van die 1 miljoen? Van die 1 miljoen, ja, en overal, hè, maar dat de zakelijke dienstverlening structureel. En mensen met leisure heet dat dan, heel mooi woord. De charters en de charters. Ja, maar ook niet maar de leisurevluchten. Dat wel eens weer sneller op zou kunnen starten, want dat heeft toch met een heel andere markt te maken. Dus ja, ik ben ook erg nieuwsgierig, maar dat het wat langer duurt dan oorspronkelijk gedacht is, dat geloof ik wel. Ja. De mensen praten zelf over 2023. Voor andere dingen, op wat lange termijn, zoals die vlootvernieuwing en andere dingen, heb ik ook in mijn advies geconcludeerd, naar aanleiding van gesprekken die ik gevoerd heb, dat dat eigenlijk geen gevolgen heeft. Dus je moet niet zeggen, weet je wat, het is zo, we moeten maar die vlootvernieuwing verminderen, want er is corona. Dat is niet nodig. Hoe kijkt BVM de tweede aflevering? Wij denken er wezenlijk anders over. Naar onze waarneming zijn we echt met elkaar in de luchtvaart op een totaal verkeerd pad terecht gekomen. Vooral bij gratie van de low-cost carriers die voor een habbekrats mensen over de wereld slepen van hot naar haar en met allerlei tussenvluchtjes, etc. Het gaat feitelijk niet zozeer rondom die 30% discussie die we straks hadden, maar het gaat op lange termijn over heel iets anders. En dat is dat de luchtvaart, en ik zeg het nou in plat-Brabants, bezig is om onze lucht naar de kloten te vliegen. En dat kunnen we maar op één manier te lijf, door gewoon met elkaar de kostprijs van het vliegen, gewoon de prijs van het vliegen, substantieel te verhogen, zodat mensen weer beter gaan nadenken over het benutten van, hoe moet je zeggen, luchtvaartmobiliteit. Dat heeft als effect dat je daarmee door een prijsverbetering de luchtvaartsector op lange termijn ook gezond kunt maken. Op dit moment zie je dat vliegmaatschappijen zichzelf eigenlijk kapot concurreren. Je ziet ook dat we te veel door de massale groei van de luchtvaart, het innovatietempo van de luchtvaart ligt op ongeveer 1% per jaar, maar de mondiale groei daarvan ligt op 5-6% per jaar. Dat betekent dat er elk jaar 4-5% extra uitstoot bij komt
wat we dus niet compenseren door technische innovatie. Dat houden we met elkaar niet vol. Het klimaatprobleem en het leefbaarheidsprobleem wat daar het gevolg van is, kunnen we gewoon niet te lijf met dit systeem. Okay. Je moet dus op een of andere manier luchtvaartmobiliteit verminderen door mensen meer bewust te maken over moet ik nu wel zo nodig vliegen en waar moet ik naartoe. En naar Amerika is het redelijk lastig. Het kost nog wel even voordat je daar naartoe bent gezwommen, dus daar heeft het wel zijn functie. Maar of we nou het hele jaar met z'n allen op en neer moeten crossen over Europa met ook vooral korte afstandvluchtjes en dat we daar niet veel beter naar treinmobiliteit kunnen gaan of andere vormen van mobiliteit die veel minder milieubelastend zijn, ja, is voor ons al klaar zijn klontje. Okay. Dat thema zit wel in een luchtvaartnota, maar omvloerst en wat ons betreft niet duidelijk genoeg. En dat heeft eigenlijk nog niet zozeer direct te maken met overlast van omwonenden van Eindhoven Airport, maar veel meer in landelijk mondiaal perspectief van we moeten daar met elkaar een zwenk in maken. Overigens is het wel het advies van Pieter om ook de functie van Eindhoven Airport in de regio om te buigen van massale leisureactiviteit naar veel meer zakelijke, ja, en meer ten dienste van de regio activiteit. Ja. Dat past daar redelijk naadloos in, maar dat is niet genoeg. Je moet het ook koppelen aan sturingsmechanismes ervoor, die overigens verdekt ook in dat advies staan. Okay. Nadenken over prijzen, betere beprijzing, sturende beprijzing. Heb je allemaal in staan? Ja, dat zijn allemaal die elementen die zitten er ook in. Ja. En dat was voor ons ook een belangrijke reden om uiteindelijk met die 30% achter het advies te gaan staan. Maar moet nog wel een soort veel bredere vertaling krijgen, wat ons eerlijk gezegd massaal in de politiek ook de discussies op dit moment. Goed, dat is helder. Daar wou ik het voor nu bij laten. Ik wil u allebei hartelijk danken voor het interview. En de kijker dan nog even op wijzen dat dit interview, dit vraaggesprek, terug te zien is op de website van BVM2. En die website dat is www.bvm2.nl. Prettige avond nog.